Het applaus klinkt zometeen. Gaan Maarten Verossen en Gijs Rademaker, die zitten klaar voor de podcast. Vanmiddag hebben ze boven al hun boek gesigneerd, dus het wordt hartstikke leuk. Nou, geweldig. We hebben 300 boeken verkocht. Kijk. Nou, het was echt geweldig. Zoveel mensen die speciaal voor ons boek Gezondheid, voor ons boek komen. Waarbij sommigen ook zeiden, we zijn bijvoorbeeld vrijwilliger bij het museum geworden. Of we zijn ons voor dino's gaan interesseren door jullie podcast. En daarmee kopen ze nu ook dat boek. Mannen, vrouwen en kinderen. Ja, het is heel leuk om te zien en om te doen. En hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Dat is een lang verhaal. Houd maar kort. Zou ik het heel... Gijs speelde mee in De Slimste Mens. Er was om duistere reden een vraag over dino's. Daar maakte ik een opmerking over, waaruit Gijs concludeerde dat ik er klaarblijkelijk iets van af wist. Wij raakten met elkaar in gesprek. Philip Frerik zei al na 1 minuut, kan dat gelul niet afgelopen zijn? Ja. Waarom beginnen jullie eigenlijk niet even een podcast met elkaar? Ja. Toen, dat moment ging voorbij. Ik denk, toen gingen er 3 weken voorbij. Toen belde Gijs op. Wat dacht je van een podcast? Ja, ik fietste terug. En ik dacht, die opmerking van Philip Freriks. Wat een goed idee eigenlijk. Is er al een podcast in Nederland? Nou, die podcast van ons, die leidde tot een Dino TV-serie. En die leidt nu weer tot het Dino boek. Dus ja, die ene opmerking van Philip Freriks, die heeft mijn leven in ieder geval veranderd. Wat is jullie favoriete dino? Ja. Dat is een onzinnige vraag. Nee, dat is geen onzinnige vraag. Ja? Jouw favoriete dino, die weet ik namelijk. Oh goed, je wilt de Bambi Raptor. De Bambi Raptor. Waarom? Een heel leuk, elegant skeletje. Ja. Echt een skeletje waarvan ik denk, nou, zou ik wel op een bureau willen hebben staan. Ja. En jij, Gijs? Het is een klein rank diertje, de Bambi Raptor. En mijn favoriet is toch Triceratops. Een grote, driehoornige planteneter die heel vriendelijk is, geen vlees eet. Hele safe optie. Zijn er hier toevallig luisteraars van de podcast in de zaal? Steek vooral je... Oké, helder. Wie is er ook bij met de afleveringen? Ah, ook behoorlijk wat. Ja. Nog even, want ik wil jullie even een beetje leren kennen. Wie heeft het boek, ons boek, De Dino Revolutie al? Oh, dat gaat ook prima. Mochten nog mensen een signeersessie nodig hebben, dat kan even in de pauze of daarna. En wie heeft hem al uit? Nou, daar hebben 2 mensen hem al uit. Nou, dat is nog van alles te doen. Wat zei je? De boekverkopers. Die hebben hem vast al uit. Dat is waar. Maar denk je dat die alle boeken helemaal lezen? Dat niet, want kijk, een boek is uitgekomen, snap je? Oh, het boek is wel uit. Dat is waar. Ja, ja. Jij wou nog iets zeggen. Wanneer is dan het boek uitgekomen? Afgelopen 1,5 week geleden. Ja. En we zijn inmiddels, het zat ook in de podcast, zo slim ben ik dan ook wel weer, hè? Laten we heel eerlijk zijn. En we zijn afgelopen week binnengekomen op nummer 27 in de bestseller top 60. En daar zijn wij toch best wel trots op, ja. Dat was een pak van mijn hart. Maar goed, ik wilde jullie graag beter leren kennen. Ik weet nu al iets van jullie. Nog even, Oertuigmuseumbezoekers, handen omhoog. Ja, oké, helder, goed. Hebben we hier te maken met dino-beginners? Is het allemaal een beetje medium of zijn er gewoon experts? Beginners even hand omhoog. Ah, oh, dat is quite oké. Er is hoop voor mij. Ja, medium. Oeh, en wie noemde zich dan echt experts in dino's? Ja, kijk, hoppakee. Daar gaan die vingertjes hier in de voorste rij. Daar wordt gewezen naar die meneer daar, oké. Dus steken hier 2 mensen niet hun vinger op. Maar ik kan jullie verzekeren dat er hier om mij heen, en dat sterkt mij in deze avond, ook experts zitten van het Oertijdmuseum. En we hebben natuurlijk Maarten als expert in alles. Ik ben geen expert op het gebied van dino's. Tenminste, ik weet niet wat voor definitie je hanteert. Want daar hebben we niks over gehoord. Dat je er heel, heel breed gezegd, dat je er aardig wat vanaf weet. Nou, in ieder geval voldoende. Ik vond ook dat filmpje alweer merkwaardig. Hè? Ik vond het wel rare bewegingen. En ze waren weer aan het brullen, zeg, dat het een lieve lust had. Hè? Misschien moeten we dat toch nog even aanpunten. Wij weten niets van het geluid wat dino's maakten. Dat ze de hele dag aan het brullen waren, is uiterst onwaarschijnlijk. Hoe mooi is dit? Ja, dit is perfect voor jong en oud. Het is een prachtige avond hier.
Ja, dus beter kan het niet. Vanmiddag hebben ze gesigneerd? Ja, ze zijn hier 3 uur begonnen en tot 4:30 hebben ze gesigneerd. Dat is een enorm succes. En nu ook volle bak? Ja, nou ook, je ziet het tot hier achteraan. Ja, er zijn 140 kaartjes verkocht en er zitten nog een hele hoop vrijwilligers en andere mensen bij.